Yo kijkers van Fantastic, welkom bij weer een gloednieuwe video en vandaag gaan we een nieuw concept starten op dit kanaal, genaamd Trailer Reaction. Want zoals jullie misschien wel weten ben ik een gigantisch groot filmliefhebber en ik wil dat graag overbrengen naar jullie. En nu is vannacht de film voor The Lion King officieel gereleased en ik ga het samen met jullie bekijken. Tijdens het kijken zelf ga ik niks zeggen, maar je zal hieronder zal je mijn gedachten gaan zien. Daarna ga je de trailer nog een keertje kijken, maar dan offline en daarna ga ik zeggen wat ik ervan vond. Everything the light touches is our kingdom. But a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day, the sun will set on my time here and will rise with you as the new king. Voor ik verder ga, even een vraag. Wat vonden jullie nu van de trailer? Vonden jullie het slecht? Vonden jullie het goed? Laat het even weten in de comments hier beneden. Ik wil graag met jullie erover gaan discussiëren. Belangrijk om te weten is dat het geen officiële trailer is, maar een teaser trailer. We kijken nu basically gewoon naar wat de wereld is geworden. En ik moet zeggen, het ziet er echt sick uit. Het ziet er echt uit alsof het niet met de computer gegenereerd is en alles is gewoon perfect nagedaan uit de animatiefilms. Natuurlijk ben ik nog steeds van mening dat de real-life action remakes niet per se de bedoeling zijn, dat het niet per se hoeft. Maar deze ziet er ook wel echt fucking sick uit. Je herkent de stem van Mufasa van vroeger die ze ook hebben teruggebracht en dat geeft echt nostalgie. Ook een liedje van The Circle of Life dat we weer hebben gebruikt is gewoon perfect geplaatst. Alles ziet er zo goed uit, tot zelfs aan die aap. Ik ben even zijn naam kwijt. Veel valt er nog niet echt te zeggen, er is nog niet veel te zien, maar wel dat het super gedaan is, dat het er prachtig uitziet en dat ik echt hyped ben voor deze film. Wat vinden jullie daarvan? Bedankt voor het kijken en bye.